We hebben een hele bijzondere gast, um, Marcel Heijnen. Goedemorgen. Leuk dat je bent. Um, we hebben je speciaal laten invliegen vanuit Hongkong. <laughs> Helemaal. Kosteloosheid gespaard. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, maar jij woont in Hongkong. Uh, ja. Jij bent al een tijd uh, in, in Azië woonachtig. Uh, 25 jaar. 25 jaar, ja. via Philips daar, daar uh, gekomen. Ja. En um, jij hebt een, een, een nieuwe fascinatie in het leven ontwikkeld. En dat zijn uh, katten. En katten in, uh, in allerlei situaties, in winkels bijvoorbeeld. Of Voornamelijk op de markt. in winkels, Ja. ja. Uh, daar heb je ook een boek uh, uh, van, in boekvorm, ja. dat heb je ook bij je. Ja. Uh, het eerste wat ik me afvraag gaat niet zozeer over het boek, maar gaat wel over als jij hier de studio binnenwandelt en ja. jij ziet overal katten staan. Oh ja, ja, ja dat viel me al op, nee. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Wat denk je dan? Want die katten zijn, even voor de duidelijkheid, die zijn niet van ons hoor. Dus, nee, ja. uh, nee, nee. Nee, waarom staan ze hier? Nou, ze zijn van een uh, collega waarmee die normaal uh, hier presenteert. Ja. En die Arianna, en die heeft, uh, uh, ja, die heeft zelf uh, tien katten. Ja, zo. Negen, En ook zij zelf is niet voor de poes. Nee, nee inderdaad. Ze dus, heeft katten. Ja, dus, 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 uh, nou, maar ik, alles is compleet. Ik dacht, ik dacht ook, want jouw ogen <laughs> moeten daar zo op ingesteld zijn dat jij. Ik zag ze net al op de monitor. Ja. Ja, viel me meteen op. Ja, ik, 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 ik heb een soort neus en een soort uh, zeg je dat, uh, eagle eye ontwikkeld ervoor. Als ik langs een winkel loop, dan, dan zie ik ze ineens. Want je, je, je zult zien in in, in sommige van deze situaties is het zo'n visuele zooi dat het heel moeilijk is om de kat te spotten. Maar van waar die fascinatie? Nou, ik vind katten sowieso leuk. Uh, ik heb altijd kat, katten gehad, ben ermee opgegroeid. Uh, en ik, ik verhuisde op een gegeven moment uh, van, van Singapore naar Hongkong. Ik heb daar mijn katten achtergelaten in Singapore. En ik zag een, in mijn nieuwe buurtje in Hongkong een kat op de toonbank zitten. Deze die uiteindelijk op ja. de voorkant van het ja. boek is gekomen. In mijn eerste week in Hongkong. En, en daar heb ik een fotootje van gemaakt. En ja, dat was leuk. En Facebook gezet. En toen zag ik er nog één en nog één. Het viel me gewoon op. Ik vond het wel leuk. En ik vond het ook leuk dat je de context van die oude winkels ziet en zo. En, en dat, daar kreeg ik zoveel reacties op op Facebook. En sommige mensen zeiden van... ja, daar moet je een boekje over maken. En toen dacht ik ja, daar is dat toch al. Weet je wel. Ja. Dus maar hier... maar van waar, even tussendoor. Want ja. van waar die reacties dan? Wat... wat vonden mensen daarvan dan? Want het zijn gewoon foto's met de kat. Ja, maar... De, dus wat waren de reacties het, het, Ik denk het, het, het speciale is dat, dat ik die twee werelden... Van, van, die, van die oude traditionele winkels met die kat combineer. Um, en het is in Hongkong sowieso... Um, het is een snel veranderende stad. Uh, er, er wordt steeds meer hè, wat je gentrification noemen. Dat iets weggaat en dat er een coffeeshopje komt en een galerietje. En het wordt steeds netter. Terwijl dit heel erg centraal is. Uh, en de, de jonge Hongkongese die hebben toch een beetje een hang naar identiteit nu. Dus als je, als je dit soort dingen ziet verdwijnen constant. dan heb je ziet van ja, dat is leuk als iemand dat vastlegt. Dus ik heb ergens een gevoelige snaar weten te raken. dat ja, mensen vinden katten leuk. Dus er zijn veel fans van de serie. die het gewoon voor, ja, voor de katten leuk vinden. Maar ook omdat die kat in die winkel zit. zit en um, omdat hij soms moeilijk te vinden is. Je krijgt van die Where's Wally -E type of uh, situaties. je mm -hmm. Een moet, zoekplaatje. zoekplaatje. Ja. En dat ik dus stiekem op die manier die oude winkels heb weten vast te leggen. Ik denk dat dat de, 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 ja, de, de gouden combinatie is geweest. Dat ik ook niet in de gaten had. Probeer ietsje dichter bij de microfoon te komen. Ja, dan dan hoor je nog, nog beter. Okay. Um, um, maar um, dat katten, wat, wat doet dat met mensen? Want ik las laatst ook alweer een onderzoek over kattenfilmpjes. die je veel uh, ja. zie, dat mensen daar echt vrolijk van worden. Gewoon dat het bewezen is. Ja, dat is toch goed, hè? Ja, ja maar wat, wat is dat voor iets? Ik weet het niet. Ik, ik weet niet precies wat het is met katten. Is dus er is, het heeft een, een, een meer een soort cute factor dan, dan honden nog. Hè? De meeste kliks op het internet zijn katten. Ja, het is ja, ongelooflijk. Ja. Maar is dat omdat ze zo onvoorspelbaar zijn? Eigen gereid? Hebben? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je daar iets zegt, dat ze, dat ze een eigen wil hebben. En een, een hond is natuurlijk toch een beetje gewillig. Ja. En, en luistert naar de baas. En katten niet. Maar daar praten we zo meteen over verder. Want ja. mij lijkt het heel moeilijk om de juiste kat... in de juiste setting te fotograferen. Want je ja. komt ze tegen... En dan maar hopen dat dat het plaatje wat je wat je wilt hebben, dat het ook klopt. Laten ja. we zo meteen over. Oké, okay, is goed.